Een leeg schoolgebouw in de zomer. Een leeg schoolgebouw, zo lijkt het. Maar als je naar binnen gaat, dan zit er in elk lokaal iemand muziek te maken. Dit gebouw is de kern van het festival, de International Holland Music Sessions. Hier worden masterclasses gegeven. Hier zitten jonge muzici te studeren. Waarom doen ze dat? Om zichzelf te verbeteren. Om te werken met docenten met wie ze anders nooit zouden werken. En die ze ook weer een nieuwe impuls geven. Lidie Blijdorp, je hebt al diverse prijzen gewonnen. Meest recent de Grachtenfestival Conservatorieprijs. Ja. Wat kom je hier nog doen? Het is natuurlijk... Het zijn weer geweldige leraren. Ik kom voor Latsko en Freshman. En het is hier altijd heel fijn omdat je dus podiumervaring kan opdoen. En ik heb al in Oosterland gespeeld. En dat is heel goed gevuld. En leuk publiek. Dus vooral daarvoor. What can you say about the level of the artists playing here? It's always very high, so they are really well prepared, and it's really easy going to find out how to play together. So actually we don't need much time. Usually we just have... Yesterday I just had with my violinist a 20-minute rehearsal, and after we went to have lesson with Professor Sherbalupu. And it was fantastic, he plays also fantastic, so it's really a pleasure to be here. Wereldwijd zijn er heel wat van dit soort festivals op het gebied van klassieke muziek voor deelnemers, voor jonge deelnemers die op weg zijn en zich het vak proberen eigen te maken. Op veel van die andere festivals staat de faculty centraal, de docenten, die treden dan op en als een soort voorbeeld. Maar bij dit festival staat bij uitstek de deelnemer centraal. Alle deelnemers treden op, elke deelnemer geeft een recital en dat maakt dat ze ook de focus zijn en midden in de aandacht staan. The reason why we're practicing every day is to, you know, play for people, but sometimes opportunities don't come up very often. So for me, I'm very excited I get to give 4 recitals while I'm here, which is more recitals than I've ever given in my life so far. So I'm very excited. But you're staying with the family. Yes. How does it feel? It feels wonderful. I think you get such a better sense of, me coming from a different country, just a feel for, the culture and the people and just kind of being immersed in the whole experience. I think it's wonderful. I'm really enjoying it. Natuurlijk bent u nieuwsgierig wat al die lessen, wat al dat repeteren oplevert. Nou, de komende weken spelen deze mensen in allerlei kerken, in allerlei zalen, in het hele land, maar vooral in de provincie Noord-Holland.